Goeiedag, welkom bij een nieuwe Minecraft Survival op zoek naar mijzelf. Wat ik wou doen is eigenlijk bomen gaan hakken. En uitkijken voor de spinnen natuurlijk. Bomen gaan hakken om een hutje te maken voor mijn farm. Dat ik hier al wat een beetje heb verzameld. Maar ik wil gewoon een hutje bouwen waar ik allemaal chests in kan doen. En waar ik gewoon mijn farm spullen in kan plaatsen. Ik zou kunnen doen acaciawoud. Maar ik kan ook ook wood gebruiken. Ik zag daar nu ook wood staan heel veel. Dus ik ga toch liever voor de oak wood dan voor de acacia hout. Maar ik kan er ook een mix van maken. Dat is natuurlijk ook heel mooi. Ik zal dit even versnellen. Dan zie ik jullie zo terug. Daar ben ik weer. Ik heb heel wat boompjes weggehaald. Zoals u ziet, ik heb 64 oakwood en 47 acacia. Dan heb ik wat acacia uit mijn storage gehaald, uit mijn chest. En ik heb wat oak planks gemaakt. En ik heb alvast een crafting table gemaakt, zodat ik niet ook naar mijn huisje moet. Dan zet ik deze naast mijn chest. Dus dit is toch de korte afstand. Dat pak ik even eruit. Oké. Dan plaats ik hem hier. Dus eerst de chest. Dan doen we even heel even snel alles erin. Komt straks op volgorde. Die kan erbij. Die hoeft er niet bij. En deze zetten we hiernaast. Oké. Dus de ingang. Laten we die twee verder maken. Dan moet ik er eentje verder eigenlijk hoger maken. Eentje met, vind ik, dat ik moet eindigen met hetzelfde waar ik mee begonnen. Dus dat deze zo. En dat doet iets verder hier. Deze rij. Pak even de schep. En dat doe ik even later. Oké, en dan had ik het hier eentje ernaast. Dus dat zou moeten hier niet. Oké, ik hoop dat ik uitkom. Nee, dus niet. Hoe gaan we dat doen? Ik laat het even zo, want dat weet ik niet.
Dan kan ik wel in ieder geval deze kant op gaan. En doe ik de onderkant ook zo. Dit moet ik later even uitgaan, in ieder geval. Oké. Dan weet je dat dit zo eindigt. Oh ja, we moeten andersom, zo. Oh jee, deze. Ik heb het verkeerd gedaan. Oeps. Oké, hier klopt het niet. Ja, ik zie het al. Nou, ik maak de ondervloer af en ik ga kijken of ik daar iets van kan vinden. Ik zeg, tot ziens.